Het heet versoepeling, maar voelt toch een stuk strenger. In het openbaar vervoer moet iedereen een mondkapje op. Voor de een was het even wennen, voor de ander geen probleem. Het beeld is wel even anders. In alle treinen is het dragen van een mondkapje verplicht. Maar zo zien vanaf vandaag OV-reizigers eruit. Ik heb het gevoel dat ik in China-praktijk aan het rondlopen ben. Het is echt een heel nieuwe ervaring voor iedereen ook, denk ik wel. Toch heeft bijna iedereen er eentje bij zich. Ik ben een beetje dubbel in, maar hou me aan de regels als het moet. Ik doe het voor anderen, voor de ouderen en kwetsbaren. Geeft het u zelf ook een veilig gevoel? Nee, totaal niet. Ik doe het echt alleen omdat ik dan de trein in mag. En ja, ook de waterbus is openbaar vervoer. Morgen! Op zo'n boot lijkt me wat overbodig, omdat er heel veel plek is. Je kan nog buiten staan. Hier buiten lijkt het een beetje overdreven om zo'n mondkapje op te hebben. Maar hier binnen mogen vanaf vandaag 70 mensen bij elkaar zitten in een vrij afgesloten ruimte. Want dat mag maximaal 40% van het totaal zijn. En dat is vooral de verantwoordelijkheid van de reizigers, zegt stadsvervoerder RET. Ze zullen mensen wel aanspreken, maar we gaan niet metro's leegruimen of zo. En ook bij mondkapjes blijft het nog bij waarschuwen. Nou, dan zeg ik van, je riskeert wel een boete. Mensen moeten wennen. Vandaar dat wij hier ook staan, hè, de gemeente en de veiligheidsregio hebben gezegd, nou, laten mensen dan ook wennen door ze 1 of 2 dagen uit te delen. Maar daarna krijg je gewoon een boete van €95. Dus dan maar kiezen voor het ongemak. Hoe zit dat nou? Het zit best wel vervelend. Ja, het knelt mijn neus een beetje af. En ik krijg een beslagen bril. Vandaar de opluchting, als de bestemming eenmaal is bereikt. Nou, hij mag weer af. Gelukkig wel.